naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Day en Enzo die is eventjes iets aan het doen. We zijn namelijk echt al super lang onderweg. We zitten denk ik al bijna 2 uur in de auto. Super druk op de weg, maar we gaan iets heel erg leuks doen. Alleen ja, mannen hebben het geluk dat wanneer ze echt nodig moeten plassen, dat ze het dan gewoon kunnen doen. Meneer! Meneer, dit mag niet, meneer. Hallo! Hij moest zo nodig, hij kon het zo echt niet meer ophouden. Ik moet wel goed rekening houden met de wind. Anders waait het tegen je broek. Goed zo. Nou, hij heeft wel een mooi uitzicht. Mooi langs het water. En ja, langs de weg. Maar ja, als je moet, dan moet je. Yep. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk gewoon stiekem heel erg jaloers op. Want als ik dus ergens moet plassen, moet ik gewoon echt een wc opzoeken. Ik kan ook niet in de bosjes. Je hebt nog vrouwen die kunnen in de bosjes. Dat kan ik niet. Dat is gewoon niet mijn ding. Dus ja, eigenlijk ben ik gewoon jaloers. Ook precies toen ik mijn broek naar beneden deed en wilde plassen, kwam er echt een overvolle bus daar langs rijden. Zo van, hoi. Jeetje mina, maar dit is een opluchting zeg. Holy moly. We hebben al een reis achter de rug van bijna 2,5 uur. Ik zei het al, ja. En het is maar goed dat ik nu begin met vloggen, want jeetje, we hebben alleen maar stilgestaan en heel langzaam rijden de hele tijd. Kut. Ja, dus het was echt drama. Maar we gaan nu weer de weg op. Hoppakee, we zijn er bijna! Ja! Wat we hier vandaag allemaal gaan zien, dat is leuk. Showey! Wat een schip is dit dan, joh? Dikke boot, jongen. Wow, ook een dikke kanon ervoor. Hoi, goeiedag. Oh, je hebt hem niet uitgeprint dus. Even kijken, nee, ik heb hier mijn parkeerkaart. Ja, oké, maar dan kun je gewoon rechtdoor blijven rijden. En dan vervangen ze straks nog wel je op. Kom je vanzelf wel tegen, dan nog verkeersregelaars. Daar is de parkeerplaats. Oké, okay, helemaal super. Ja, daar gewoon rechtdoor is dat er. Oké, dank u wel. Uitprinten, wat is dat nou weer? Ik heb hem gewoon digitaal op mijn telefoon. Wat is dit? Het is de Octopus Orakel. Oh mijn god. Oh mijn god. Wat de heck is dat, joh? Het gaat helemaal fout. Het gaat niet zoals de verkeersregelaar wil. En hij is helemaal in de stress. Oh, oh, oh. Mensen luisteren niet. Oh! Mijn excuses, roept hij. Geen probleem, joh. Ja, doe maar. Doorrijden. Hij seint allemaal dingen, maar mensen begrijpen het allemaal niet, joh. Ja, ga ook maar door. Oké, dankjewel. Fijne dag. Zelfde. Ik ben even naar de wc geweest en jeetje, wat is het jammer, zo verschrikkelijk jammer dat het buiten regent, dat het echt rot weer is. Maar we gaan alsnog iets super tofs doen. Twee hele, hele toffe dingen. We gaan heel veel toffe dingen doen. Ik weet niet precies hoeveel, maar echt heel veel. Dus ik zou zeggen, hopelijk hebben jullie zin in, doe dan een blauw duimpje omhoog en laten we knallen. Voor de mensen die het nog niet duidelijk was, ik ben dus in Den Helder, bij Seal Den Helder. En ik kom hier iemand tegen, super sick. Ik bedoel, knolpower socket, knolpower telefoonhoesje, knolpower hoodie, knolpower pet, alles. Super sick, we gaan even een selfie maken. Ja. Oké, ik sla hem even op. Ja. En dan maken we er nog even eentje. Oké, super. Hoppakee, die staat erop. Dankjewel. Alsjeblieft, super tof. Shoutout naar jullie. Ik pak mijn zwembroek er even bij, want dit gaat leuk worden. Ook al is het aan het regenen, pak alsnog mijn zwembroek. Ik heb een heel erg mooi pakje weten te scoren. Ik zag een beetje de kleur rood erin, dus ik denk, hoppa, die is voor mij. Hopelijk past die. Komt ie, ja? Ah. Ja, ik ga straks, dat is ook een eind. Je lijkt wel zo'n elastiek mannetje. Yes. Verkeerd omgehaald, dit moet aan de auto. Ja! Nou schatje, met haar slippertjes gaat ze erin hoor. Ik ga er ook in. Ja, past er niet eens in. Ik heb de grote stampers. Ja. Ik ben heel lief voor deze meneer. Die gaat ervoor zorgen dat alles goed vast zit. Tenminste, dat hoop ik. Ik ben er helemaal klaar voor. Mijn wetsuit. Nog wel mijn schoentjes. Dat betekent dat we eerst nog even iets anders gaan doen voordat ik het water in ga. Oeh, en deze gaat het ook dus doen. Ik vind het heel erg spannend. Jij? Oké, we lopen richting de kraan. De kraan is very hoog.
Heel, heel hoog. Oh, dit staat je mooi hoor, lieverd. Een drukje. Ja. Deze doe je naar beneden, een drukje. Oké. Okay. En dan klik je zelf vast. Oké. Okay. Oh, deed je een trapje? Nou, dit is een schilderstrapje, dat moet lukken. Oh, maar dat gaat al snel hoog hoor, dit. Zo hoor. Ben ik even blij dat ik achter deze zit. Mooiste uitzicht wat er is. Lekker muziekje op de achtergrond. Oh, ik doe nu wel heel leuk en geinig, maar we gaan steeds hoger en hoger. Fucking hoogtevrees. Vind je heel eng? Vind je eng? Gaan we terug? Doe je wel terug, hoor. Je kan het. Ik hou mijn camera goed vast. Als ik die laat vallen, dan... Je kan het hier gewoon van mijn gezicht aflezen. Ik wil niet meer! Maar Deetje die had het al gedaan en er stonden superveel kijkers beneden op mij te wachten. Dus ik dacht, ik moet dit doen! Niet naar dat mee kijken. Blijf je aankijken. Help! Haal me weg hier! Help! Hou je niet vast. Voel je dat je hangt. Heb ik niet naar beneden gekeken. De adrenaline kick was geweldig. Net zoals alle kijkers die beneden op mij aan het wachten waren. Holy shit, dat hebben we toch maar eventjes goed gedaan met z'n tweeën. Ik ben heel erg trots op onszelf. Hallo allemaal! Hier kreeg ik te horen van Lissy dat we zo de lucht in gaan en dat het heel erg vet gaat worden, maar dat ik me wel even goed moet vasthouden in een soort van knuffelpositie. Enzo heeft inmiddels Lissy gevonden. Dat klopt. Dit is de eerste keer dat Enzo op een flyboard gaat. Dat klopt ook. Dus we hopen dat het in één keer goed gaat. Hopen? Hoezo nou in één keer hopen? Zo net tegen mij zei je nog dat Lissy goed was, dus dat er niks fout kan gaan. Jongen. Gaat u hoor? Oh.
dwars door de menigte. En dan gaan we bootje varen! Dat is de lievelingsactiviteit van Dave. Ja, dan vond ik het afzeilen ook wel heel fijn. Ja, ik vind het zo stoer dat Dave als eerste ging. Maar ik zag aan jou dat je echt doodbang was. Ja, ik vond het, maar tot ik hing, hè? Want toen ik hing vond ik het eigenlijk helemaal niet meer eng. Nee? Nee, heel bizar. Mijn hart ging toe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 t. Maar ik vond het heel vet. Hoppakee, daar gaan we hoor. Nou, kom op schat. Ja, ik film altijd maar als D erin gaat, want je weet me nooit. Ik zie er zo tussen glijden hoor. Hoppa. Oh, 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 oh. Mooi weer of niet? We gaan ervoor. Lekker man. Mooi ook om die boten te zien. Met al die vlaggetjes ook. Heel erg gaaf. Ik wil ook zo'n boot. Wil je ook zo'n bootje? Ja. Ja, dit vind jij wel een mooi bootje, hè? Ja. Dit is echt een heel erg mooi bootje. Een Nederlandse vlag. Hoppakee. Top, dankjewel hè. Yo, thanks for playing, man, dank je. Dankjewel. Zo, gaan we. Even kijken. Lukt het? Jawel. Oké. 1, 2. Op. Hoppa. Zo. We zijn aan boord. Yes. Zo, dit is de kapitein. Hallo. Enzo. Even binnenkijken. Zo, kijk eens aan. Hallo meneer. Piet. Enzo. Kijk eens aan. Enzo. Nog wel een Enzo. Een Enzo Ferrari zeker? Nee. Ja, dat dacht ik al. Ben niet de eerste natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee. Nee, ze zeggen wel vaker. Ah, oh, Enzo. Ah, Ferrari. Enzo Ferrari. Dit ziet er wel gaaf uit hoor. Zo hé. Hey. Hoppakee. Dit is ook heel belangrijk. Ruitenwissers. Ja, dat heeft een boot ook nodig. We zijn ook nog mensen. Oh! Dit is het belletje van de pizza. De pizza is klaar. Glazen slaan. Glazen slaan. Glazen slaan? Elk uur van een wacht is 4 uur. Ja. Het eerste uur, het eerste half uur is 1 glas. Het volgende uur is een dubbel glas. Oh, serieus? Oh, dat wist ik niet. Dat is serieus zo. Ik zit niet de boel te boven. Oh ja, dat weet ik niet. Je kan me alles wijs maken. Ja, ik loop snel door. Ja, Dave weet dat misschien wel, maar... Nee, ik wist dat ook niet. Oh, ja, dit is zo'n oude boot, joh. Geen flauw idee. Enzo gaat als allereerst even naar de wc. Hoppakee. Even kijken wat voor uitzicht ik heb. Zo. Mooi, hoor. Dit moeten ze overal hebben, mensen. Dan kan je nooit meer je telefoon in de wc laten vallen. Dan kan die nooit doorgespoeld worden. Ik zit hier te zoeken en te zoeken en te zoeken. Waar zit dat knopje om door te spoelen? Zie ik hier dit? Na gebruik toiletknop indrukken. Nou, een rode knop betekent meestal niet iets goeds, maar... Ja hoor, het werkt. Hoppakee. Laten we boven eens even een kijkje nemen. Oh, wat is die mooi. Holy moly. Kijk, dit vind ik fijn. Hier kan je gewoon even lekker overal... Helemaal rondom kijken. Hopsakee, kunnen we even van andere bootjes genieten. Of ja, bootjes, boten. Kijk deze gasten dan. Wat een helden in een bootje. Yo! Hey, doe even wheelie dan! Wheelie! Gaan we er weer vanaf, schatje? Hé, hey, wij zijn stranden in de peloton, hè? Kijk. Zo, ik wil graag even je hulp. Tuurlijk. Hé, hey, dankjewel, gozer. Ik wil wel zijn hulp. Oké. Okay. Dit is mijn vervoer. Oh yeah. Dit is een soort van golflimousine. Oké, dan gaan we. Pop, pop, pop. Heeft hij ook een toeter? Nee. Nee, dat is jij. Je moet een beetje zeggen. Pop, pop. Moet je vriendin de opdracht geven. Ja, jij moet toeteren, schat. Oh, zit aan de verkeerde knoppen en zo. Kijk eens even. Er gaat niemand tegen het verkeer in. Oh. Schat, pas op, pas op, pas op. Kind. De batterij is leeg. Ik maak heel eventjes ruimte op de snelweg. Hoppa.
Altijd ruimte maken voor een ambulance, dames en heren. Of voor politie. Iets met sirenes. Die mensen proberen te helpen. Hey. Er zijn weinig vragen die ik stel. Wat is het niet, wat is het wel? Er zijn weinig vragen die ik stel. Wat is het niet, wat is het wel? Hey. Ik weet niet waar mijn vader zich begeeft. Ik ben de vader van mezelf. Echt een lekker oldschool nummertje van Ronnie Flex. In ieder geval... We zijn onderweg naar huis. Het was super tof, zild en helder. En het is wel weer even een ritje. Ja, we zijn wel weer even. Den Helder ligt zeg maar niet om de hoek van Utrecht. Nee. Ah, lekker in bedje. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem super vet. Ik in ieder geval wel. Vergeet er niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden, als je dat nog niet hebt gedaan, heb je dat wel gedaan. Dankjewel daarvoor. En hopelijk checken jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace!